Het kan geen kwaad af en toe even bijtenpunten in jezelf op scherp te zetten. En daarvoor ben ik vandaag op Zandvoort voor een uitgebreide Porsche training. Waarom? Omdat het kan. En dit is natuurlijk leuk, want dit is de 991 GT3. Punt 1 heb ik die nog niet gereden, alleen de GT3 RS, maar de gewone GT3 nog niet. Die maakt net even meer toeren. Maar achter mij hebben we wat anders. De Cayman GT4, maar dan in clubsport uitvoering. Daar ga ik mee beginnen en ik denk eigenlijk misschien, ja, clubsport, semi-slicks, rolkooi, 488, GT3 RS, noem maar op. Ik denk dat die GT4 de heftigste auto wordt die ik ooit heb gereden. Beetje kippenvel, ik heb er zin in. Normaal dat ding. Ik bedoel, ik heb naast me Max van Spunter ook in de Lamborghini Huracan GT3. Dus die weet wat hij doet en die geeft hem wat tips. Dat wil zeggen, hij wijst hem wat tips aan, want je verstaat elkaar totaal niet. Zoveel kabaal maakt het ding onderweg. Het is nog half nat, dat maakt het tricky. Een beetje aan de binnenkant van die bocht is soms heel glad. Ja, je bent zelf de limiet aan het rijden. Je bent GT3 RS en 9 of turbo's aan het inhalen. Dat is voor mij dus leuk, want ik kan er mijn grenzen verleggen. Maar het is slopend. Max, ik ken jou onder meer uit de GT3, waar je rijdt met de Huracan. Vandaag was je eigenlijk mijn leraar. Ik zie mezelf niet als complete amateur, maar ik ben zeker geen coureur. Wat is nou voor mensen met mijn ervaring belangrijk als je in zo'n soort auto stapt? Ja, nou ja, het begin is natuurlijk altijd de ideale lijn. Dat ging bij jou al redelijk goed. Het zijn nu hele lastige omstandigheden, omdat het en nat is en droog. Dus het is, met ervaring leert dat je gewoon moet zoeken naar de grip. Maar dat deed je eigenlijk best goed. Het punt nu was nog alleen dat je iets harder de bocht in kon. Dus iets niet per se laten remmen, maar gewoon iets eerder de rem loslaten. En dan voel je vanzelf, die auto die is onderstuurd of hij is een klein beetje overstuurd. Oké, ja, het zal de angst zijn voor het onbekende op de limiet. Hey, je merkt wel, het is Cayman GT4, maar de clubsport. Ik had het idee een GT Resta Flover voorbij is of stil stond. Het is een compleet ander kaliber auto dit eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het is ook die auto. Deze auto staat ook op regenbanden en de andere staat wel op straatbanden. Maar dan nog, het is een GT3 RS. Het blijft een Porsche. En die GT4 is gewoon echt gebouwd als een raceauto. Dus, en dat voel je ook. Na de GT4 Clubsport was eigenlijk een soort van bijkomen in de 911. Maar ik vond het wel leuk, want ik heb de Carrera S na zijn facelift nog niet gereden. Nu met turbomotor en puur mee even de auto te testen. Die motor vooral bovenin, subliem goed. Wat ik ook al bij de Boxster 718 zag. Ze zorgen er gewoon voor dat je bovenin geen turbo lag hebt. Ze houden die turbo op stoom, zullen we maar zeggen. Dus je lift wat in een hele snelle bocht en je gaat op je gas bij 6000 toeren. En onmiddellijk push zonder vertraging. Heel knap gedaan. Het was in verhouding gewoon bijkomen alsof ik een hot hatch was na die GT4 Clubsport dit ding. Wat lekker is, want dan kan ik meteen op de limiet rijden en dan kom mooi die auto beweegt wat. Is wat vergevingsgezinder. En dan zit je al snel op de limiet en dan kan je een beetje spelen met die auto en dat maakt het leuk. En dat was dan een beetje voorbereiding op straks, want nu is de 911 GT3 aan de beurt.
was zijn gordel los. Ik heb enorm veel meters gemaakt in die GT3. Ik weet niet hoe lang het was. Het is een 3 kwartier non-stop. Ik ben een beetje uitgeput ook. Het is echt een ontzettend bruut ding. Die 9000 toeren die ramt eruit. Op een gegeven moment moest de uitlaat moest op stil, want het maakte te veel lawaai voor het circuit. Want als op racewagens berekend is, kan je nagaan gewoon wat een kabaal dit ding maakt. Hij zit, vind ik, eigenlijk dichter bij die GT4 Clubsport dan die zit bij de Carrera S. Het is echt, van de Carrera S naar dit is echt een enorme stap. Dat is echt eigenlijk niet te bevatten wat een verschil tussen die auto's zit. Gewoon de rem is ook harder en het schakelen is zwaarder en die motor reageert heel veel en snappy. En daardoor is je auto ook echt veel moeilijker. Die Carrera S had ik echt op de limiet en dan spelen en glijden en het lukt. Maar dit ding, ik moest echt wennen en je moet in een soort cadans komen en je moet wennen dat die veel snappier is. Dus als je even wat te heftig remt of te brusk op je gas gaat terwijl je stuur niet recht staat, dan voel je dat die hele auto doet. Hij is veel minder vergevingsgezind. En als het eenmaal lukt, ga je zoveel harder dan in die Carrera. Als je in een auto als dit echt bezig bent met echt autorijden, dan weet je dat je ook, ja, dat wekt vertrouwen. En dat neem ik gewoon lekker mee naar de volgende keer.